We gaan dus nu naar de mooie kamer. En hier verbleven dus de eigenaren van het schip, de notabelen of de gezaghebbers als zij dus met het schip op reis gingen. Tegenwoordig laat de Utrechtse commissaris van de Koning zich rondrijden in een auto. Maar in de 18e eeuw had de provincie een schip. Dit vaartuig is een exacte herbouw van Statenjacht de Utrecht. Tegenwoordig vooral een toeristische attractie. Je moet zich voorstellen dat in het verre verleden ging zo'n schip maar 10 jaar mee. Ja, dan werd het in de fik gestoken en op de vijand afgestuurd. Wij weten inmiddels dat dat ook inderdaad wel gaat gebeuren als je dan geen goed onderhoud pleegt. En daarom ligt het Statenjacht de komende weken op het droge. Maar 84 ton op de kant trekken, dat gaat niet zomaar. Bij Museumwerf Vreeswijk zijn ze er de hele ochtend druk mee. Ton kan niets anders doen dan toekijken. Het kan allemaal, maar het kan ook allemaal net. Maar het gaat allemaal goed. En na een ochtend hard werken ligt het Statenjacht de Utrecht op de plek waar ze hem hebben willen. Ook Ton kan nu zijn handen uit de mouwen steken. Want voor hem begint het zware werk nu pas. Ik zie al een paar jongelui klaarstaan in witte ketelpakken. Die gaan ons zo helpen met het schoonmaken en het schilderen. En dan denk ik dat het allemaal wel goed komt.